Den Bosch verandert in Oeteldonk, Eindhoven in Lampengat en Amsterdam? Nee, die heeft geen naam. Hoe komt het dat het zuiden van Nederland massaal carnaval viert en het noorden niet? Voor die reden gaan we terug naar de 16e eeuw. Carnaval stond toen al ruim 500 jaar op de kalender van de kerk. Maar de reformatie in Nederland gooide roet in het eten voor veel carnavalvierders. Nederland splitste zich op in katholieken en protestanten. Waarbij de katholieken, voornamelijk in het zuiden, het feest bleven vieren. De protestantenkerk drukte de kop in van het heidense feest en dat betekende het einde van carnaval boven de rivieren. De meeste carnavalsverenigingen zitten dan ook in het zuiden van Nederland. Maar boven de rivieren vind je er nog wel een paar. Het carnaval wat we nu vieren is zo oud nog niet, pas 70 jaar. In Tilburg was carnaval zelfs tot 1965 verboden. In de afgelopen decennia is religie in Nederland afgenomen en is de scheiding tussen protestant en katholiek Nederland niet meer een probleem. Wie weet vindt er ooit nog wel een carnavalsoptocht over de grachten van Amsterdam plaats.